Na een grondige verbouwing van enkele maanden wordt hier achter mij in Bilderberg Garden Hotel restaurant De Kersentuin heropend. De sleutelwoorden voor de nieuwe kersentuin zijn casual, flair en cosmopolitisch. Kortom, reden genoeg om te gaan proeven. Ik sta hier met twee belangrijke mannen van Bilderberg. Dries, veranderingen en culinaire ambities. Hele inspirerende tijd. We zijn bezig met een groot vernieuwingsproces voor de hele groep. En vandaag staan we hier vol trots in een volledig vernieuwd Garden Hotel. En een hele nieuwe kersentuin. Met opnieuw een samenwerking met een lokale held, Steven van Spang. Het is een tweede man die hier de hoofdchef wordt. Ja. Wie is dat? Wessel Ruimgaard. Heeft jarenlang ervaring opgedaan in Aan de Poel. Het is een verlengstuk van hem. De sous-chef heeft 5 jaar, 6 jaar met hem gekookt. Ja. En op een heel hoog niveau. En ze hoeven alleen elkaar aan te kijken en ze weten wat ze moeten doen. Dat is heerlijk. Gaat goed? Ja, goed. Ja? Goed, hey, Wessel. Ja, goed. Hey, ik weet dat jullie hartstikke druk zijn, vlak voor de officiële opening, 300 man. Maar ik wil toch een paar minuutjes van je tijd. Kan dat? Gaat lukken. Ja? Oké, okay, kom op. Ja. Kan je wat vertellen over de historie van de kersentuin? Ik heb hier zelf ook nog, 24, 25 jaar geleden zelf ook nog 2 dagen staan bibberen. Met jouw braakhekkers? Ja, natuurlijk. Dat is echt helemaal te gek. Dus dat moeten we zeker niet vergeten. Het was 25 jaar geleden hip en happening. En als wij zeg maar een klein beetje van die jeugdigheid kunnen terugbrengen hier, nou, ik denk dat iedereen dan wel heel blij is. Wessel, hoe hebben jullie de kaart samengesteld? Pure producten, eerlijke smaken. Dus dat gaat van pata negra tot oesters, tot een dingetje met tonijn. Wat Aziatisch, wat Frans. Gewoon waar we zelf vinden van, ja, dat vinden we tof en lekker ook om te eten. Ja. Ja. En wat hij zegt, wij zijn gewoon van lekkere dingen maken. Ja. We hebben al 8 jaar lang in Aan de Poel gedaan. Lekkere dingen maken, dat is het belangrijkste. Nou, ik sta hier natuurlijk eigenlijk met de grondlegger van de kersentuin. Joop Raakeke. Joop, hoe vind je het worden? Anders. Max Hermans zei bijna hetzelfde, maar toch anders. Ja. Nee, heel anders natuurlijk. Maar ja, god. Kijk, moet je luisteren. Andere tijden. Andere zienswijzen en ook andere behoeften. Ik wens iedereen van harte succes. Ik was flabbergasted. Ik had het chefsmenu, 4 gerechten, 4 gangen, voor iets meer dan €50. En het was alsof ik bij Aan de Poel aan het eten was. Het is echt een sterrenervaring, maar dan heel toegankelijk. Echt zo goed.